Toms, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En in deze video heb ik weer een DIY voor jullie. Het is eigenlijk een beetje bedoeld voor Moederdag, maar je kan het natuurlijk ook aan iemand anders geven. De DIY is een hele leuke bloemenkaart en ik heb het gezien op Pinterest en ik vond het gewoon zo leuk dat ik het in deze video aan jullie ga laten zien. Dus laten we maar beginnen. Wat je nodig hebt zijn felle papier en een kaart. Ik heb de kaarten bij de Action gekocht en hier zie je ze. Ik ga het papier hier nu steeds op elkaar vouwen. We hebben 7 vierkantjes nodig van 8 bij 8 centimeter, dus daarom ga ik het nu even uitmeten en daarna knip ik het uit. Als ik dan 7 vierkantjes heb, gaan we vouwen. Ik vouw het papier 1 keertje dubbel en daarna doe ik dat nog een keer. En nu moet je goed opletten, want je ziet aan één kant dat het dicht zit, hier. En aan de andere kant zie je dat ook. En aan deze kant en de andere kant zitten 4 losse blaadjes. En we gaan zorgen dat de dichte kant en de andere dichte kant op elkaar zitten. Dan gaan we nu een soort van bladvormig blaadje knippen. En zo ziet hij er dan uit als ik hem open vouw. Maar ik ga hem weer dicht vouwen, want we hebben deze straks ook nog nodig voor de volgende. We gaan het namelijk gebruiken als schabloontje, omdat alles precies hetzelfde moet zijn. Dus ik ga het even eromheen knippen. Maar je kan ook gewoon met een potlood een lijntje eromheen zetten. En dan knip je op het lijntje. Dat is ook wel makkelijk. Bij deze kaart kan je natuurlijk 1 kleur bloemen gebruiken, maar ik vind het wel leuk om verschillende kleurtjes te gebruiken. Dus vandaar doe ik ook nog blauw en rood. Als ik er dan 7 heb, gaan we ze allemaal openvouwen. Ik vind het wel leuk om de bloem een beetje te versieren, zodat het wat meer op een echte bloem lijkt. En dat gaan we doen met stiften en ik pak een zwarte stift en dan ga ik in het midden een stip maken van allemaal streepjes. Met dezelfde kleur als de bloem zelf ga ik allemaal boogjes zetten aan het uiteinde van de bladeren. Als het tekenen dan klaar is, ga ik bij alle bloemen 1 blaadje eruit knippen. Ga ik 1 bloemblaadje insmeren met lijm en dan ga ik ze op deze manier op elkaar maken. En nu heb je een bloem. Dan gaan we hem nu echt in elkaar zetten. Dus ik pak een bloem, die leg ik plat neer en dan ga ik de 2 buitenste bloemblaadjes met lijm insmeren. Dan pak ik een andere bloem en die maak ik ook plat en die leg ik er dan zo op. En ook aan de andere kant. Dan gaan we nu de middelste 3 bloemblaadjes insmeren met lijm en dan leggen we een bloemetje op. Dan weer de 2 buitenste bloemblaadjes insmeren met lijm en dan daar ook weer bloemetjes op leggen. En als laatste de middelste 3 bloembladen weer insmeren met lijm en daar het allerlaatste bloemetje op. De bloem moet nu goed drogen, dus ik zet er even wat zwaars op, zodat dat sneller gaat. Dan gaan we hem nu in de kaart maken en ik ga het middelste blaadje insmeren met lijm. En aan de andere kant doe ik dat ook. En dan plakken we hem aan de vouwzijde van de kaart. Nu moet hij ook weer goed drogen, dus ik zet er weer wat zwaars op. En tadaa, de bloemenkaart is helemaal af. En ik vind het gewoon zo leuk, want aan degene die je de kaart geeft, verwacht totaal niet dat er zulke leuke bloemen uit komen springen. Dus die is natuurlijk heel verrast. Zelf vind ik het ook heel erg leuk dat het zulke vrolijke kleurtjes zijn.
Ik ga deze kaart op Moederdag aan mijn moeder geven en ik weet zeker dat ze hem hartstikke leuk vindt. Maar de kaart is natuurlijk nog lang niet af, want we gaan natuurlijk ook nog de voorkant versieren. Met een zwarte stift maak ik een hele leuke banner. Natuurlijk is het dan hartstikke leuk om er wat in te schrijven en ik schrijf er mama in. Ik ga hem ook nog versieren met leuke hartjes en ook plak ik er allemaal leuke glimmertjes van de zeeman op. Om de stuur van mijn fiets zijn allemaal leuke nepbloemen gewikkeld en daar was er eentje van afgevallen, dus die ga ik nu gebruiken voor deze kaart. Ik plak hem op en het middelpuntje maak ik een beetje zwart en daarin plak ik een leuk glimsteentje. Tadaa! Nu is dat natuurlijk pas echt heel erg leuk. Zet even in de reacties wat je van deze DIY vond, want dat vind ik hartstikke leuk om te lezen. En als je hem dan leuk vindt, doe dan zeker ook even een duimpje omhoog. Dit was dan de video, hopelijk vonden jullie het leuk. En dan zie ik jullie bij de volgende video, wat waarschijnlijk ook een moederdag video is.